Veel mantelzorgers zijn zich niet bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn. Je doet het gewoon. Maar zorgen voor een ander kan heel intensief en zwaar zijn. Deze film bestaat uit 3 praktijkverhalen van mantelzorgers. Wat betekent het voor hen mantelzorger te zijn? Maken ze gebruik van ondersteunende voorzieningen en instellingen? Ja, maar wilt u geen t-shirtje eronder? Geweldig. Goed zo. Nou, leuk. Nou, dankjewel. Tot daar dan wij. Oké. Okay. Ja, doei. Hoi. Dit is het verhaal van Hilly en Roelof. Roelof werd 15 jaar geleden voor de eerste keer getroffen door een beroerte. De zorg bepaalt natuurlijk een heel groot deel van jouw leven. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. Nou, het is niet altijd even gemakkelijk. Ik heb er soms ook meer dan genoeg van. Ik vraag me ook regelmatig eens een keer af, jongens, hoe lang nog en hoe lang hou ik dit nog vol? Want het is niet eenvoudig. Want je moet er gewoon zijn. Iedere keer weer. En 24 uur per dag. Eens even kijken hoe ver het is. Kan ik nog wat voor je doen, Roel? Lukt het? Nee. Oké. Okay. Verder klaar, hoor. Ja, ik ben er maar over aan het inzetten. Ja, zal ik even kijken. Nee, dus. Je hebt Hilly voor heel veel dingen nodig. Hoe is dat voor jou? Plat gezegd, kloten. En dan moet je mee leren leven. En dat valt niet mee. Nee, dat lijkt mij ook. Want waar ga je met je gram heen? En je ergernis en je irritaties? Die kan ik nergens kwijt. Als ik die al uit, ja, dan is helaas, denk ik, heel het slachtoffer. Onbedoeld. Ja. Ja, ik ben meer zijn verzorger als zijn vrouw. Als je het even zwart-wit wilt zeggen. En ondanks de handicap hou ik van die vent. Dat is makkelijk zat. En in de steek laten zou ik hem ook nooit doen. Maar het is ja, meer zorg als man en vrouw. Vorig jaar is er ook al het nodige gebeurd. Toen heeft Roel een auto-ongeluk gehad. En dat was ook heel heftig en ook heel intensief. Moest hij ook extra verzorgd worden. En toen was alles weer een beetje tot rust gekomen. En toen had ik nog een weekend bezoek. En toen lag ik 's maandags zelf in het ziekenhuis met een boezemfibrilleren. En toen ben ik heel erg gaan nadenken. Zo van, Hilly, moet je niet hier en daar een stapje terug doen? En wat heb je daarmee gedaan? Zeg, ik ga vanmiddag. Nou, in de eerste instantie niets, omdat vlak daarna onze zoon ging trouwen. Dus dan heb je het daar heel druk mee, met leuke dingen doen. En 2 weken nadat Tony en Astrid getrouwd waren, heeft Roel opnieuw een hersenbloeding gekregen. Dus eigenlijk heb ik pas 2 weken geleden er echt iets mee gedaan. En ik begreep van jou dat Roel weer een beroerte heeft gehad. In het ziekenhuis heeft gelegen. Dat lijkt me allemaal niet niks voor jullie. Nee, dat klopt. Daar heb je ook gelijk aan. Na 15 jaar verwacht je niet dat er nog eens een keer weer een nieuwe beroerte komt. Ja. Maar 15 jaar, dat tikt natuurlijk ook wel heel erg aan. Als je loopt eigenlijk al op. Je bent natuurlijk al belast. Ja. En het hoeft maar een tikje te gebeuren. Ja, ik weet er alles van, maar je moet. Je hebt geen keuze. Nee, precies. Dus. Ik zou ook niet weten hoe ik het op dit moment anders zou moeten organiseren. Waar heb jij behoefte aan nu? Ik ben dus bij Harma Timmer geweest. En die zei dus ook van, goh Hilly, ja, je moet meer hulp vragen, andere hulp vragen. En misschien, ik had zelf zoiets van, misschien een goede vriend van Rol, die is met hem gaat praten. Of
dat het mij allemaal niet meer lukt. Want tussen Roel en mij lukte dat niet. En toen zei Harma tegen me van, goh, hoe zit je met je huisarts? Nou, ik zei, ja, daar kunnen we vreselijk goed mee opschieten. Toen zei ze, nou, misschien is dat wat om daar eens mee te gaan praten. Toen dacht ik, verhip, daar had ik zelf eigenlijk nog niet zo aan gedacht. Dat doe ik. En daar is uitgekomen van dat Roel zelf Ikare heeft gebeld voor douchen, zwachtelen van zijn been. En dat heeft hij ook gelijk gedaan. Maar hij was daar voor mijn gevoel heel erg pissig over. Dus ik heb hem s'avonds ook gevraagd, god, ben je boos op mij? Nou ja, dat was hij natuurlijk niet, maar toen kwam het er wel uit. Van, nou, waarom moest de huisarts hier komen? Konden we dat zelf niet? En dat soort dingen. Nou, daar hebben we toen heel goed over kunnen praten. Dat wandelen. Dat toch, wat jij samen met jouw buurvrouw doet. Wat betekent dat voor je? Het is heerlijk. Je hoofd leegmaken. Het is goed voor je lijf natuurlijk. Maar ook even van het onder het lopen even kletsen over dingen. Even praten over dingen. Maar ook de mooie dingen zien in de natuur. Ik krijg er iedere keer weer energie van. Heb je het gevoel dat Roelof jouw zorg ook claimt? Jouw aandacht ook claimt? Hoe is dat voor jou? Nou, weet je, ik heb niet het gevoel dat hij mij expres claimt. Nee, want hij zegt heel vaak van, dan zeg ik zeg het namelijk heel gauw, oh, dat doe ik wel even. Ja, of ik doe dat wel. En hij zegt wel eens van, ja, maar jij doet al zoveel. Dus ik denk dat hij dat best doorheeft. Maar hij heeft natuurlijk wel mijn zorg nodig. Een aantal dingen kan hij gewoon niet. Dus ik wil het niet echt claimen noemen. Nou, daar gaan we mee aan het werk. Om een voorbeeld te noemen in een krant. Hilly werkt mee binnen de denktank van Contactpunt AA en Hunze. Er wordt een respijtweekend georganiseerd door Ikare. Daar kunnen 20 mensen aan deelnemen. Het is een Scandinavisch weekend in blokhutten. €60 per persoon. Nou, het belang van het contactpunt is om zoveel mogelijk mantelzorgers en ex-mantelzorgers in de gemeente aan Hunze te bereiken. En om wat mantelzorg betekent bekend te maken bij mensen. Nou, doordat ik dus al jaren ervaringsdeskundige ben, en probeer ik dus ook voor andere mantelzorgers iets te betekenen. En als denktank hebben wij dan ook van, wat gaan we doen in de middag, in de bijeenkomsten van lotgenoten. En ja, ik vind dat je als ervaringsdeskundige daar heel veel over te vertellen hebt. Het viel mij ook op, aan het begin van de vergadering hadden we het over vooroordelen. Ja. He, dat als je hulp, even wat externe ondersteuning zelf nodig hebt als mantelzorger, dat hoe de buitenwereld daar tegenaan kijkt. Kun je daar wat over vertellen? Nou, mensen zeggen dat niet rechtstreeks tegen je. Van, als je thuiszorg hebt, nou, waarom moet ik... Van, goh, heb je thuiszorg? Nou, en wat moet hij doen dan bij jou? Ja, nou, roldoezen en beenswachten. Oh, toch altijd in de verpleging gezeten. Kijk, nou, dat soort opmerkingen krijg je. Van, of iemand die je in de tuin helpt. Van, goh, je vond toch altijd zo leuk om in de tuin te werken. Ze zeggen het niet rechtstreeks, maar je hoort ze denken, nou, wat een onzin. Ze is toch hartstikke gezond. En als je dat hier bijvoorbeeld zegt, binnen de denktank, dan is het zo. Je hebt gelijk hoor. Van, goh, ja, je hebt het nodig en zorg goed voor jezelf. Dat is ook het verschil van mantelzorgers bij elkaar zijn, van half woord nodig hebben en elkaar begrijpen. En je kunt elkaar ook ondersteunen, je kunt uitwisselen van dingen.